Het is koud en dat betekent ijs en schaatspret. Ijsmeesters zijn druk in de weer om schaatsbanen klaar te maken voor het publiek. Niet alleen op professionele schaatsbanen kan je terecht, maar ook op pleintjes in woonwijken wordt water opgespoten om dit weekend te kunnen schaatsen. RN7 ging bij een aantal van die banen een kijkje nemen. Mijn naam is Erik Berendsen. Ik ben de voorzitter van de ijsclub in Overasselt. We hebben hier een prachtig baantje gemaakt vannacht. We hebben het nadeel dat wij iets meer tijd moeten besteden aan een baan, omdat wij de weg moeten afzetten en moeten sproeien. Wij kunnen niet onder water zetten. Nou, ik ben Rome van der Heuvel. We zijn nu in Millingen aan de Rijn op het Oranjeplein. En de brandweer heeft al een avond of vier geprobeerd om het ijs goed te krijgen. Dat is door de hoge middagtemperaturen, zon en, ja, en de wind is dat eigenlijk nog niet goed genoeg blijkt. Nou, en dan gisteravond is het eindelijk goed gegaan. Het moet nou nog een goede nacht aantrekken en dan kunnen we waarschijnlijk morgen schaatsen. En waarom moet je nou eigenlijk naar jouw baan? Nou, omdat dit gewoon een hele mooie grote ijsbaan is. Hartstikke gezellig. Erwtensoep, warme chocolademelk. Straks is er hier allemaal te krijgen. Het mooie van deze baan is dat wij midden in het dorp zitten met een verenigingsgebouw erbij, met alle faciliteiten. Dus dit is drie dagen ijspret, denken wij. Het blijft nog tot aanstaande zondag vriezen, dus zeker nog een week schaatsplezier in de regio.